Wel, ik ga jullie een verhaal vertellen over de natuurkunde, over de vergelijking van E is gelijk aan mc kwadraat, de Einstein-vergelijking. Omdat iedereen die vergelijking wel kent, maar niet iedereen begrijpt die vergelijking helemaal goed. En ik wil een kleine uitleg geven van hoe dat we dat beter kunnen verstaan. De natuurkunde is opgebouwd en berust vaak op hele mooie behoudswetten. Zo is er een wet op behoud van massa en een wet op behoud van energie. Dat zijn de twee enige wetten die we nodig hebben om E is mc kwadraat uit te leggen. De wet op behoud van massa is gemakkelijk te begrijpen. Kijken we bijvoorbeeld naar een verspringer of naar een verspringster, dan heeft die precies dezelfde massa bij het afstoten dan bij het landen in de zandbak. Kijken we naar een kogelstoter, dan heeft de kogel die gestoten wordt precies dezelfde massa bij het afstoten dan bij het landen op de grond. Die wet op behoud van massa is helemaal geldig in de scheikunde. En we kunnen dat zien in het museum van Art et Métiers in Parijs, waar het hele laboratorium van Antoine Lavoisier is ondergebracht. Lavoisier die zijn opzoekingen deed met zijn vrouw Marie-Anne Poulsen. En die tot de conclusie kwam dat water bestaat uit H2O. Dat water H2O is dus twee atomen waterstof en één atoom zuurstof, dat maakt water. En daarvoor had hij een laboratorium. Dat laboratorium kunnen we dus inderdaad zien in het museum Art et Métiers in Parijs. Dan moet je met de metro afstappen in het station Art et Métiers. En dat is helemaal mooi geïllustreerd door prachtige tekeningen van de Brusselse tekenaar en striptekenaar François Schuiten. Er is allemaal genot voor het oog. Nu, inderdaad, water kan voorkomen in de vaste toestand, dan is het ijs. In vloeibare toestand, dan is het water. In de gasvormige toestand, dan is het waterdamp. En je kunt dus met water van allerlei dingen doen. Je kunt het koken, je kunt het bevriezen, je kunt het condenseren, je kunt er van alles mee doen. Maar Lavoisier heeft juist aangetoond dat in welke toestand het water zich ook bevindt, het altijd precies, maar dan ook precies dezelfde massa heeft. Dus in de scheikunde is er wat er voor het pijltje van de reactie staat en wat er achter het pijltje van de reactie staat, heeft precies dezelfde massa. De wet op behoud van energie is moeilijker in te beelden misschien. Maar energie blijft ook bewaard. Behalve dat je energie kunt omzetten van één toestand naar een andere toestand. En het eenvoudige voorbeeld dat we kunnen geven is bijvoorbeeld de watermolen. Hier de watermolen van Sint-Anna-Pede, deelgemeente van Dilbeek. Waar de kinetische energie van het lopende water, dat heeft energie een half mv kwadraat, omgezet wordt in de rotatie-energie van de molen, waaruit de molen kan gebruikt worden om graan te malen of om even welk ander ding te doen. Dus hier wordt de kinetische energie van de translatie omgezet in de kinetische energie van de rotatie. Wel, we hebben een aanvang gemaakt met te beweren dat energie ook een grootheid is die in de natuurkunde bewaard blijft. En ook weer al via het omzetten van één vorm van energie naar een andere vorm van energie. Kijken we bijvoorbeeld naar een hoogspringer of een hoogspringster, dan zet die tijdens de aanloop zijn hoeveelheid opgebouwde kinetische energie, een half mv kwadraat, om in een winst in potentiële energie, mg maal delta h, delta h zijnde de afmeting, de hoogte waarop het zwaartepunt van de springer kan worden verhoogd. In die vergelijking kunnen we links en rechts de massa wegkruisen. Dan blijft er over dat delta h gelijk is aan v kwadraat gedeeld door 2g. V is de aanloopsnelheid van de atleet. 10 meter per seconde, dat is al heel snel. 10 kwadraat is 100. Gedeeld door 2g. G is de zwaartekrachtversnelling.
100 gedeeld door 20 is 5. Dus die hoogspringer zou moeten zijn zwaartepunt kunnen verhogen met 5 meter. We weten dat dat niet waar is. 1,25 meter is al heel veel. En het lijkt alsof de energie dus niet bewaard blijft in dit geval, maar dat is niet waar. Slechts 25% van de energie wordt gebruikt efficiënt om de potentiële energie te verhogen. En de 75 resterende procent worden de grond ingetrapt en worden dus eigenlijk omgezet in warmte. Warmte, hetgeen ook een vorm van energie is. De polstokspringers, er is niks zo slim als een mens natuurlijk, die hebben een stok uitgevonden in glasvezel, waardoor dat die polstokspringer wel 100% van zijn aanloopsnelheid en kinetische energie dus kan omzetten in potentiële energie. En op deze manier kan hij zijn zwaartepunt, dat een beetje hoger is dan 1 meter, omzetten in meer dan 5 meter winst. Die 25% efficiëntie van de meeste menselijke handelingen toont alleen dat de mens een heel ingenieuze machine is, want ook een kerncentrale kan niet meer dan 25% van de door hem opgewekte energie omzetten in elektriciteit. De 75 andere procent worden gedumpt in het water of in de zee die aan de kerncentrale grenst. Dus de wet op behoud van massa, de wet op behoud van energie, dat zijn basispijlers van de natuurkunde. En het is sinds een hele tijd geweten dat waar de zon zijn energie uithaalt, uit het samenklonteren van 4 waterstofkernen. Een waterstofkern heeft dan een massa gelijk aan 1, naar 1 heliumkern die een massa gelijk aan 4 heeft. Daar haalt de zon zijn energie uit. En het lijkt te kloppen met de wet op behoud van massa. 4 keer 1 is inderdaad gelijk aan 1 keer 4. Maar kijken we naar de getallen achter de komma, dan zien we dat een waterstofkern een massa heeft van 1,00728. Als we dat met 4 vermenigvuldigen, komen we uit op 4,02912. En dat getal is ietsje groter dan de massa van de heliumkern, die maar 4,00260 bedraagt. Er is dus in dit proces ongeveer 0,7% van de massa verloren gegaan. Waar is die massa naartoe? Wel, die massa is, en dat is juist het geniale van Einsteins vergelijking, omgezet in energie via de formule E is mc². De 0,07% massa, dat is het getalletje m. C kwadraat is het kwadraat van de lichtsnelheid. En E is de hoeveelheid energiewinst die gemaakt wordt in het energieverlies van 0,07% in dit geval. Wat wil dat voor onze zon zeggen? Wel, onze zon die straalt ontzettend veel energie af. Het is ongeveer 4 x 10 tot de 26e watt. Dat is 4 maal met 26 nullen aan watt. Dat is een ontzettend groot getal. En we kunnen dus uitrekenen hoeveel ton waterstof er op deze manier verloren gaat in het centrum van de zon. En als je de berekening uitvoert, dan zie je dat er ongeveer 700 miljoen ton waterstof worden omgezet in 695,5 miljoen ton helium. Dat is inderdaad maar 0,7% van de massa. Maar als je dat dat is per seconde, als je dat vermenigvuldigt met 3600 om het aantal hoeveelheid energie te hebben in een uur, met 24 om het aantal hoeveelheid energie te hebben in een dag, met 365,25 om de hoeveelheid energie te hebben die opgebruikt wordt in een jaar, dan blijkt dat 1,4 maal 10 tot de 17e, dus een 1,4 met nog 17 nullen hierachter kilogram per jaar te zijn. Dat is ontzettend veel, maar gelukkig is dat maar een klein gedeelte van de 2 maal 10 tot de 30ste kilogram die de zon heeft. Tussen 10 tot de 17e en 10 tot de 30ste is 10 tot de 13e verschil. En dat wil dus zeggen dat de zon nog heel, heel lang kan doorgaan met het omzetten van die 4
waterstofatomen naar één heliumatoom, vooraleer dat dit proces aan het einde van zijn latijn is en dat de zon daar inderdaad 10 miljard jaar mee kan voortgaan, tot meerdere plezier van de mensen hier op aarde die daarvan kunnen profiteren. Bedankt voor de aandacht en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben ook.